Wij zijn vanmiddag de gast in het prachtige duingebied van Heemskerk. En onze gasten, er zijn er zelfs twee gastheren, Paul van der Linden en Niels Hogeweg. Dank je wel alvast voor jullie gastvrijheid. Op een gegeven moment zag ik allerlei activiteiten, werkzaamheden. Het begon met het weghalen van wat bosjes. Toen werden er geulen gegraven, grote vijvers. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Dus om te beginnen, de eerste vraag, en misschien begin ik met Niels. Wanneer is het idee ontstaan om hier in de natuur in te grijpen? Er zijn meerdere redenen waarom we hier aan de gang gaan. Ja. Dit sowieso, nou, als je hier veel rondrent, weet je dat het is een hele rare lop in het duin. Wat eigenlijk nog steeds in gebruik was als agrarisch gebied. Ja. Het is wel Natuur 2000 gebied. En in principe is de bedoeling dat ook vanuit de overheid al die Natuur 2000 gebieden gewoon ingericht gaan worden voor natuur. Daar zijn ze ook voor aangewezen. Dus dat moet gewoon ingericht worden. Daarnaast komt, en dat weet ook iedereen, dat er klimaatverandering aan de gang is. Ja. En dat wij als PWN ons aan het voorbereiden zijn op die klimaatverandering. Okay. En wat betekent dat dan? Dat je aan de westkant, aan de duinkant, dan gaat het zeespiegel stijgen. En dat betekent dat een aantal drinkwatervoorzieningen, onder andere, meer naar de binnenduinen zouden moeten. Okay. Dat is één. Maar een tweede is dat doordat klimaatverandering er heel veel extra neerslag is. De zogenaamde clusterbuien. Mm-hmm. En die gaan, als de klimaatscenario's kloppen, gaan die veel meer voorkomen. En dat betekent dat er ook veel meer water gaat vallen hier. Dat is in de duinen sowieso meer als in de rest van Nederland. Ja. En dat water dat gaat afstromen naar het bewoond gebied. Mijn vraag was natuurlijk, wanneer is het dan opgekomen? Jij noemt dan een aantal factoren, ja. Onder andere de klimaatveranderingen. Ja. Maar hebben jullie binnen PWN een afdeling, mensen die zeggen, nou, dat betekent dat wij nu iets moeten gaan ondernemen? Ja, het is vaak sowieso zijn we dus met dat proces bezig. En op een bepaald moment ontstaan er kansen. En een van die kansen is dat de overheid graag hun NNN, Natuurnetwerk Nederland, dat ze dat graag ingericht willen hebben. Dus die komen ook aan, hey PWN, hoe gaan we dat regelen, hoe gaan we dat doen? Dus wij maken ook afspraken met de provincie hierover. De provincie is de financier van dit project ook. Dus eigenlijk de opdrachtgever. Dus dan is er een kans en dan kunnen wij het ook oppakken. Okay. Want wij kunnen vanuit onze eigen organisatie kunnen we dit soort grote projecten helemaal niet zomaar draaien. Nee, snap ik. Ja. Paul, jij bent zeg maar belast met de dagelijkse gang van zaken als het gaat om de werkzaamheden. Ja. Wat waren de eerste dingen die jij ging ondernemen als het om dit project gaat? Nou ja, vooral vanuit mijn taak boswachter en inhoudelijke, wat Niels al aangeeft, het gebied, kennis en dergelijke, hebben we gekeken. En je vroeg natuurlijk van hoe lang ligt deze wens er eigenlijk al vanuit PWN? Nou, je gaf aan, ik werk hier 16 jaar en dit traject ligt hier eigenlijk ook al, deze wens ligt hier eigenlijk ook al vanaf het moment dat ik hier eigenlijk in dienst kwam. Dat de eerste, mijn voorgangers, ook al hier ideeën over hadden. Nou ja, en dan wat Niels terecht aangeeft, als er kansen liggen, dan gaan wij die ook proberen natuurlijk te benutten. En nu was er zo'n kans en zo hebben we dit gebied uiteindelijk kunnen fine-tunen. Want de plannen die toen waren destijds nog niet met het klimaat meegenomen en andere zaken. Dus die hebben we dan erin toe kunnen voegen. En dan komen mijn achterban, mijn collega's, mijn boswachters, ecologen, die kunnen dan met elkaar mooie dingen aandragen die we dan gezamenlijk ook met Niels natuurlijk met zijn kennis kunnen laten ontwerpen door in dit geval een externe bureau die dan een ontwerp voor ons maakt. Als ik zo voor me uitkijk, dan zie ik een geweldig grote plas water. Wat zien we eigenlijk verder hier? Dan is eigenlijk wat ik ga vertellen is hoe het ontwerp eruit ziet. Ja? En dat is de bedoeling, er lopen hierachter en er zitten twee gaten hier in die bomenrij aan de overkant. Zie ze. Daar komen twee duinen wel uit het duin vandaan. En dat water, dat gaat via deze plas water, waaronder waar we nu lopen, gaat het helemaal naar de Rijksstraatweg lopen. Dat wordt een vochtige duinvallei. Okay. Dat betekent dat er een soort van duinstroom doorheen gaat meanderen. Dat gaat een natuurlijke loop gaat dat krijgen. En daar omheen komt heel bloemrijk grasland en vochtige duinvallei. Kijk. En dat moet de hele inrichting gaan worden. Klinkt dus daarom zeg ik, het is voorbereid. Hier staat nu heel veel water, ja. Maar dat komt omdat eigenlijk de afvoer nog niet klaar is. Okay. Dus het water dat hoopt een beetje op. Ja. En normaal, als het klaar is, zal dat droge beeld geven. Oh, dan is er helemaal geen water meer? Jawel, ja, er zit nog een dieper punt in. Er blijft water zo en zo. Okay. Want we willen ook dat er zit hier heel veel bijvoorbeeld rugzeepadden. Die in het voorjaar hun eitjes leggen
En die jongen die moeten wel kunnen opgehuurd, dus er moet wel water overblijven. Ja, ja, ja. En dat, daar zorgen we dan ook voor. Oké. Okay. Kan je wel voorbeelden noemen van veranderingen in het dierenbestand, zeg maar? Nou ja, wat we al eerder aangegeven, het was een tuinersgebied, dus ja, er werd altijd natuurlijk verbouwd. En ja, als er groen gewas stond, dan was er altijd wel, waren er wel vogels en misschien wat hazen en dergelijke, wat zoogdieren. Maar wat Niels net ook al aangaf, het rugstreeppad, andere soorten amfibieën, reptielen, vlinders, insecten, dat zal met die bloemenrijkdom. Want we gaan ook echt op botaniek sturen. Dus mooie vegetatietypes met mooie bloemen, orchideeën, parnassia, noem het. Ja, ja. Dat zal de insecten en de rijkdom echt wel tegemoet komen. Ja. Nou had ik ook gelezen dat er ook voorzieningen komen voor kinderen, voor recreatiemogelijkheden. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, we staan nu hier in dit gebied. Dit is echt gericht op natuur, bossen herplant en aanplant. En meer richting de Rijksraadweg bij de Kraaienest, bij de parkeerplaats. Ja. Net daar ten noorden, net noord, ja, oost is dat, noemen we, is dat, nee, noordwest is dat. Daar hebben we een groot vlak waarbij ook dat krekenstelsel nog steeds loopt, ook met diepere stukken. Waar we bankjes gaan plaatsen. We hebben nog wat andere nieuwe verrassingen voor de mensen in petto, die ze dan ook wel zullen zien. Maar daar mag dus ook echt die belevingsnatuur zich aan plaatsvinden. En dan heb je dus meer dat mensen zich daar kunnen gaan ophouden. En dat de natuur hier de ruimte krijgt. En vooral daar dan meer de recreanten hun kans krijgen. Ja, mooi. Nou, gezien de behoorlijke ingreep in dit gebied. Heel Heemskerk kijkt natuurlijk mee. Kunnen wij een feestelijke opening verwachten als bewoners van dit gebied? Ja, nou zeker weten. Zo eind maart zal dat denk ik zijn. Moeten we even wachten dat er een mooi zonnetje is. Maar er komt in ieder geval, de gedeputeerde komt in ieder geval een lintje doorknippen. Want het is ook vanuit de provincie zijn dit wel hele mooie projecten die nu gedraaid worden. Ja. En het is een van de eerste die zo grootschalig hier in de Binnenduinhout opgepakt wordt. En buiten dat we er heel trots op zijn en dat we het beste wat publiciteit aan willen geven, is het ook gewoon heel belangrijk om een signaal af te geven naar de omgeving dat we hiermee doorgaan en dat we echt willen dat het een hele mooie omgeving blijft en wordt. Prachtig, mooie woorden. Goed, Niels en Paul, heel erg bedankt voor dit gesprek.